bleek dat, dat eigenlijk het besluit plots genomen was, in onze ogen plots, dat er verkocht was. We werden als het ware voor een voldongen feit gesteld. En zo hebben wij het in ieder geval wel beleefd. En we hebben vervolgens de koppen bij elkaar gestoken en gezegd van we willen eigenlijk een wat krachtdadiger, duidelijker vuist maken. In de zin van, we hebben hier, als de kookschool verkocht zou worden, zou dat betekenen dat we gerelokeerd zouden moeten worden. Dat we dus weer een andere plek zouden moeten komen. En dat zou voor ons een enorm verlies zijn. En we hebben vervolgens gezegd van, we willen dat gewoon professioneler aanpakken. Maak op korte termijn, echt op korte termijn, een slagvaardige afspraak met het college om daar gewoon spijkers met koppen te slaan. Want u bent ook een partij. Dank u wel. Dus ik was al bekend met Paco Plumtrek. Die zijn uiteindelijk naar de kookschool gekomen. Ik vond het een geweldig gebouw. En vanuit die betrokkenheid heb ik gezegd van, ik wil graag mijn steentje bijdragen om dit unieke project, wat in Almelo op dit moment wat van de grond getild wordt, eigenlijk van onderaf, van allemaal goedwillende vrijwilligers, die met niet aflatend enthousiasme hier eigenlijk iets neer willen zetten, wat recht doet aan de diversiteit van de cultuur van Almelo. Dus alle verschillende bevolkingsgroepen, de diverse pluimages en dus ook het alternatieve muziekgenre. Maar ook ATIP zit in hetzelfde gebouw, de Turks-culturele achtergrond. Ik heb mensen gesproken die in de kookschool op school hebben gezeten. En die vinden het zo geweldig dat we ons best doen om die school op die manier alleen al voor de buitenkant te bewaren. Er zijn mensen die naar mij toegekomen zijn van, die gymzaal, zou ik daar nog één keer in mogen kijken? De kookschool betekent dus wat voor mensen die hier wonen, dat er nu een nieuwe invulling gegeven wordt aan zo'n prachtig pand. Ja, ik vind dat is voor de mensen alleen maar fijn. Dat is namelijk een behoud voor de toekomst. En daar zet ik me voor in. En ik vind het echt een heel belangrijk aspect om de school in die vorm te bewaren. En of Paco daar dan uiteindelijk in komt, dat is iets waar we nu mee bezig zijn. Daar hebben we een goed plan voor. We denken dat dat heel levensvatbaar is. En we gaan er ook vanuit dat we de gemeenteraad daarvan, of het college daarvan, kunnen overtuigen dat dat een goed iets is. Hè? Met dat etiketje van, wij zijn volwaardige gesprekspartner, kunnen we naar banken. En we hebben contacten met banken. We hebben contacten met grote financiers die bereid zijn, die het een sympathiek doel vinden, maar ook een sympathieke strijd vinden en bereid zijn om ons op dit gebied te ondersteunen. En daar zijn we heel trots op.